Ach. Het lukt niet, hè? Het lukt je niet, hè? Hoi, ik ben Marina, ik ben 12 jaar en ik ben blind. Dit is mijn leaseponie Fursie, hij is 24 jaar en elke donderdagochtend kunnen jullie video vlogen. Veel kijkplezier en vergeet niet te abonneren, hè? Nou, aan het einde van de video komt er nog een poll, dus vul die in. Blijf nu natuurlijk nog even de video afkijken, dus ja, joe! Nou mensen, zoals jullie zien ga ik weer naar Fursie en ik ga niet rijden, want het is donderdag en ik doe hem natuurlijk op maandag en woensdag. Maar eigenlijk wouden we gisteren gaan, want hij was gisteren al teruggekomen. Gisteren al teruggekomen in plaats van zaterdag. Maar we gaan dus vandaag, want gisteren voelde mijn moeder zich niet zo lekker. Nu ook niet helemaal, maar wel beter. Dus ja, we gaan naar hem toe en ik heb hem echt heel erg gemist. Ik heb hem echt 2 maanden of zo niet gezien, dus ja. Ja, en ik vond het zielig voor jou om niet te gaan, dus... Nou jongens, dit is mijn moeder en ze denkt echt dat het winter is. Wat ben je aan het doen? Heb je het koud, mam? Zo, ik heb het echt heel erg koud. Geen het is meer. Geen winter. Het is hartje zomer, man. Ja. En jij loopt daar in je wintervest. Ik heb het koud, ik ben ziek. Ik doe dit voor jou. Oh, ben je zielig. Lief, hè? Mama? Ja, heel lief. Love you. Ja, loop me. Ja, Percy heeft een nieuw huis. Oh, verder. En naar rechts en nu naar links. Hoi. Hi. Hallo jongen. Hoi. Hoi. Oh, ik heb mijn kusjes. Ach. Nou, je hand is weg, want dan kan ik het zien wat hij doet. Ben je aan het proeven? Is ze er weer? En wie staat hier dan? Welke knappe bink staat hier verstopt? Oh, wat zijn jullie lekker aan het vrijen. Oeh, lekker geel. Mag ik ook even een kusje? Ja, hoor. Oh, hij knikt nee. Nee, ik zet even de camera uit, want het wordt lastig. Oh, joh. Mij vindt hij niet zo heel erg interessant, maar de camera vond hij wel interessant. Ik was te laat met aanzetten. Mij vindt hij het interessant. Ja, jou vindt hij het. Wat is er? Wat gebeurt er? Wat is er? Oh, daar. Marina, die voelde, waar voelde je dat, Marie? Oh, wacht even. Hij wrijft zich op. Waar voelde je dat? Wat is dat? Dat is een schrok. Het is jouw dekje. Opeens ging het zo. Ik schrok. Heel erg. Ik hoorde het. Ze hebben hier lekker opgevreven. Ja, wat ik zo zie wel volgens mij. Het is een beetje, nou, vers. Hij denkt, dat is ze weer. Ik kan me weer opvrijven aan haar. Oh. Een nieuwe stal. Tegenover winnen. Wat een feest. Nou, we gaan je stalletjes even uitmesten. Terug, vers. Hij gaat even in de kast koeken loeren. Dat is je kast. Ja, hij staat er klaar voor hoor. Hij staat netjes. Ja, het is, hij staat netjes gezakt, maar wel, juist. Goed zo, jongen. Mag ik ook die stand? Ja hoor. Kijk, welke kant moet je op? Ik moet even kijken. Nee, die kant op. De andere kant op, ja. Zal ik doorduwen? Wacht maar. Als die valt. Wacht de versie. Wacht de vers. Waar moeten we heen? Zo naar rechts? Naar rechts, ja zo. Wie staat er nu in zijn stal? Weet ik niet. Kim lieve, kom maar hierheen. Ik moet even nadenken welke het nou was. Oh nee, niet. Hierheen naar mij. Sorry. Ik kan geen 2 dingen tegelijk, jongens. Zeker niet als ik niet helemaal lekker ben. Hier zo. Ja. Het was tegenover dit volgens mij. Nee, de andere, het is aan de andere kant. Ja. Ga je zo even laten zien, ja? Kijk, we zijn allemaal oriëntatieloos hier. Hij staat er wel lekker een beetje van te genieten. Ik ook, jongens. Ondanks dat ik grieperig ben, ben ik wel netjes aan het uitmesten. Maar rustig aan. Mama? Nee, Fursie.
Duw die knoop weer omhoog. Pak dat lange touw vast. Ja, zo. Zullen we elke maandag doen dat ik uitmest en elke woensdag dat jij uitmest? Oké, bij deze jongens hebben jullie het gehoord. Maandag doet Marina uitmesten. En dan poets jij. En woensdag doe ik uitmesten. En dan poets ik. Oké. Toppie. Nou hoor, lekker. Je hebt hem net gepoetst, Marie. Fijn. Hij gaat even lekker rustig aanrollen. Een beetje kriebelen aan mijn been. Oh, ik sta alweer op. Het is alleen maar gewoon om jou te pesten, Marina. Waarom? Kom, dan gaan we het hek dicht doen. Waarom gaat hij mij pesten? Hij denkt, nou, kijk eens, die kant heb je, kan je zien. Je kan helemaal niet zien, maar ik heb, ben gepoetst en nu niet meer. Ga je die andere kant ook nog doen, Furs? Ja hoor. 1, 2, kom op. Hij draait. Ja, hij draait inderdaad. Nou, kom op jongen, andere kant ook. We kunnen niet aan één kant vies. Ja, dat is een mooi plekje. Oh, dus ligt daar wel een flinke kuil. Kijk, die gaan we even dichtmaken. Nou, Furs, kom op, ga rollen. Nou, dag. Winna, wil je nog één keer doen, alsjeblieft? Nog één keer. Voor de kijkers. 1, 2. Oh, nou dan jij. Ja, je rolt alleen maar dezelfde kant. Je hebt echt een dikke buik, Furs. Ik had een dikke pens rondrollen. Het lukt niet, hè? Het lukt je niet, hè? 1, 2. Ja, ja, ja. Ja, goed zo. Heel elegant. Nou, echt knap. Hij kan het veel beter zonder buik. Oh, loop nog een keer terug. Jeetje, hij heeft de slag te pakken. Hè, hè? Mijn buikjeuken, dat het dit nogal is. 1, 2. Oh. Lukt het, schat? Kom omhoog. Oh, zijn buik schuren. Oh, lekker. Die wist als ik begin nooit zo goed wat hij daar nou lag te doen altijd. Maar ik denk, hij zegt gewoon zijn buik te jeuken, die gek. Zo, hè. Hij stopt niet. Dat is lekker, zeg. En nou even lekker likken aan het zand. Weer ben gek. Oh, hij is 2 maanden met een eczeemdeken opgestaan, hè. Ja. Hij heeft zo'n jeuk gehad af en toe. Alleen door die deken. Die deken is om te beschermen. Ja, maar ook dat jeukt. Er zit toch heel de dag wat op je lijf. Hoeveel keer is hij al omgerold? Oh. Hij heeft de slag te pakken. Dat is een leuke voor de pol. Die glijden er ook bij. Lekker. Nee, maar die is een leuke voor de pol. Hoe vaak is die omgedraaid? Ja. In deze serie, in dit stuk? Of in het hele filmpje? Het hele filmpje. Oh ja, tuurlijk. Want de eerste keer was ze niet omgedraaid. Maar Furs, hoe lang moet ik dan nog filmen? Kom maar. Ja, dankjewel jongen. Joehoe. Ja, je stond er mooi op. Winnen. Hè, hè? Eindelijk. Ja. Het is kort, maar we hebben het wel. Hij sloopt zich een beetje uit. Voor wie winnen? Ging die bokken of niet? Ja, hele rare sprongen. Ben je zo blij jongen? Hè? Kijk uit of het... je hoort het tikken. Ben je zo blij, jongen? Nee, okay. Hieronder zit het touw. Het schrikdraad. En daar boven ook? Nee. Waar zit daar dan? Daar zit niks. Hier heb je gewoon... Hij kan er gewoon zo overheen. Als hij echt vaart maakt, springt hij er overheen, ja. Maar dat doen ze niet. Nou, ik zie het helemaal makkelijk doen. Hier nou, hij is bang voor de schrikdraad, denk ik zo. Snap ik dan. Nou, kom jij ook nog gedag zeggen? Furry. Bolle boos. Oh, je bent echt lekker dikke dikke geworden, hè? Kunnen we hem lekker rijden? Kom maar. Zit hier onder ook schrikdraad? Nee. Kom dan. Furry, kom. Kom. Blijf roepen. Furry.
loop ik wat naar achteren. Eigenwijze dondersteen. Kom op, Furs. Kom. Oh, wacht even. Peperen meters. Nee, hij trapt er niet in. Nou, zullen we gaan? Ja. Ik wil een peperminietje. En wanneer gaan we weer? Maandag over 1, 2, 3, 4 nachtjes. Oké. Ik kan het nu aftellen. Yes. Nou, ook al geabonneerd? Doe dan een duimpje omhoog en bedankt voor het kijken. Doei!